kein Feldwind. Mach. So, Jungs, Jungs, Jungs. Ik had genoeg toeschouwers, dus wat er binnen gebeurde, dat zal, wordt mooi opgeschreven. Heftig gegaan, ik heb er wel, ik ben ook even helemaal even poeh. Nou, wat gebeurde er? Mijn rechter, meneer Van Vroom, die was ziek. Dus, dat begon het al. Was dat goed of slecht? Ja, natuurlijk vond ik dat slecht. Ik heb me wel beterschap gewenst. Maar toen was de bal al open voor mij, jongens. Ik kon eigenlijk al meteen vragen, wie bent u dan? Ja, ik ben de invallende rechter. Nou, ik ben zelf jurist. Zou ik dan van u het pasje mogen zien? Waarop staat rechter nou? Ik ben gaan kijken, jongens. Het was een rijksambtenaar. Het is geen rechter. De zaak gaan ze nou proberen, het OM gaat proberen de zaak nietig te laten verklaren. Omdat ik niet op tijd was met het bezwaar. Ja, en ik zeg als jullie het zo gaan doen, dan zie je hoe jullie in elkaar zijn. Dus met jullie eigen grondwet durven jullie niet te staan. Dus jullie durven niet met mij te vechten. Zeg maar, laten we het anders zeggen. Als je zegt de uitspraak is over 2 weken, komt er hier een uitspraak. Ik zeg maar, dat betekent dat u mijn heet bent te plegen, meneer de voorzitter. U heeft me net laten zien dat u geen rechter bent. U bent een voorzitter, u bent een rijksambtenaar. Ja, dan had eigenlijk ook iemand anders in het gebouw hier kunnen zitten, jongens. Hij was hartstikke zenuwachtig. Ik denk ook niet dat deze rechter of deze voorzitter deze zaak wou. Ja, want mijne, die was ziek. Ja, hoe toevallig. Ik zeg, ja, ik dacht het al. Ik dacht al dat zoiets ging gebeuren. Ik dacht al dat mijn rechter ziek zou zijn. Of er niet zou zijn. Want ja, het was speciaal, hè. Nou, jongens, ik heb het, ik denk dat het, wie weet, is er een bandopname? Je weet het niet. Ja? We hebben alles erop. Daarna wil ik de rechter wil ik gaan vragen. Zeg maar, als het zo moet, of voorzitter, dan vraag ik jou. En dan zegt hij gewoon, dat gaat niet, want ik ben geen rechter. Hij heeft gewoon, jongens, hij is in de rechtszaak. Genoeg mensen zijn hier binnen geweest. Ook voor mensen wat te doen vloggen en alles. Hij heeft gewoon toegestemd. Hij heeft gewoon eerlijk gezegd, ik ben geen rechter. Ja? Oh ja, dat hebben we ook gezien. Op de pasje stond dat je rijksambtenaar bent. Jongens, het is gewoon voor mijn gevoel. Ik heb hem ook gezegd. Ga jij hier toch uitspraken over doen of wat dan ook. Ga ik naar het Europees Hof van Mensenrechten. Dan pleeg je mij niet, dan ga je de bak in. Ja, want je zit op een stoel waar je niet kan zitten. Laat ik je dat zeggen. En dat doe ik eigenlijk dus niet aan mee. Ja, dus jongens, voor mijn gevoel. Ik heb gewoon gewonnen. Volgens mij zat de poets. Degene wat de wc's poetst, zat op die stoel. Dat denk ik. Ja, want mijn rechter was ziek en dan zie je jongens hoe het gaat. Dus het is bizar dat alles wordt aangenomen op mijn bewijzen. Die rechter, daar heb ik mee gecommuniceerd, alles doorgestuurd en dan is hij vandaag is hij ziek. Ja, ik zeg en ik ben ook ziek. Ik kan ook niet meer lopen, mijn rug naar de kloten en ik ben er ook. Ik zeg maar, daar gaat het niet om. Ik zeg, er is geen grondwet. Ik zeg, u kunt geen uitspraak over mij doen. En ik zeg, u van het OM, wat hiermee allemaal die dingen is het zeggen, u heeft helemaal geen zeggenschap. Laten we dat zeggen. Ik zeg, ik heb net gevraagd voor het pasje en er staat heel duidelijk op dat het geen rechter is, een rijksambtenaar. Met een rijksambtenaar doe ik geen zaken. Ik ben een mens. Mijn ouders hebben die fout gemaakt. Ik zelf ook om mijn kinderen aan te geven aan dit systeem. Staat er Nederlanden. Ik heb je het kamerverkoophandelnummer gezegd. Ik heb je de kans gegeven de zitting te schorsen. Tot u daar even kan nakijken. Ja? U bent volgens mij een fatsoenlijk mens. Slim genoeg. Ja? Om even die tijd te kijken. Maar u heeft mijn bewijzen gehad. Dus u weet waar de zaak over gaat. Ja? Jongens, ik denk dat we hebben gewonnen. Basta. Want deze zaak is 2 weken geleden ook geweest met Jeroen van Burgerfront, een jurist. En die heeft de zaak ook gewonnen. Want die heeft het pasje gevraagd aan de rechter. En de rechter is geen rechter. Het is een rijksambtenaar. Ik had wel een beetje knijp, jongens. Stuk of 6 wouten. Ik kwam allemaal die rechtszaak lopen. Oh man, ik denk, daar gaan ze me oppakken. Ik was wel een beetje bang. Ik ga niet terug doen. Ik was bang. Ja, ik denk, godverdomme, daar gaan ze me nou oppakken. Oh, hoor, hij. Ik was ook helemaal aan het trillen. Ik denk, oh nee, ja, daar ga je. Oh, hoor, hij. Dus jongens, het was een super rechtszaak. We hebben gewonnen. Laat ik dat gewoon zeggen. Iedereen wat nou voor een rechtszaak staat. Ik heb nou dadelijk met het team van het Blauwe Boek heeft geschreven. Er zijn ook mensen van hier. Heb ik dadelijk een zitting hier of een bespreking in Rotterdam. Dus volgende week zullen we livestreams gaan houden. Krijgt iedereen les hoe die dat gaat doen in de rechtbank. Dan ben je binnen de kortste tijd, sta je weer buiten. En ik beloof je, er komt geen uitspraak meer. Zo pakken we eerst alle kinderen, gaan we redden, want die gaan wij voor. Ik ben janken, man.
Dus ja, jongens, bizar. Ik breek er ook even van, snap je? Was me ook te heftig.